De leerlingen van de zesde klas van de basisscholen hebben vanmorgen hun toetsuitslag gehad. Op de OS Senjastraat is 87% van de examenkandidaten geslaagd. De leiding van de school is zeer tevreden met het resultaat, maar gaat volgend jaar voor 100%. Schoolhoofd Mayra Chanafo zegt dat 75 leerlingen hebben deelgenomen aan de toets. Charissa Overman, die voor het MULO is geslaagd, zegt dat eigen inzet van groot belang is om de eindstreep te behalen. De moeilijke tijden, harde tijden, hoe heet het weer? Soms waren er tijden waar ik mijn best niet wilde doen, maar ik had mijn moeder en mijn vader die achter me stonden. Dus ik heb er wel een goed eind van gemaakt. Eigenlijk waren er geen moeilijke vakken. Vakken begrijp je soms niet, dan ga je beter moeten inzetten. Misschien is je vrouw niet daar om je te helpen, maar je hebt je moeder en je vader. Nou, beter dan het vorig jaar. We zijn gestegen met 6%. En welke waren de moeilijke vakken dit jaar? Als u het mij vraagt, we zijn al vanaf oktober bezig met onze kinderen op toetsniveau. Dus geen van de vakken zouden eigenlijk een probleem voor ze moeten zijn. Maar het zijn kinderen, ik praat van mijn oogpunt uit. De kinderen hebben meestal problemen met het vak redactiecijferen en hoofdrekenen. Wat geeft u mee aan kinderen die het niet hebben gehaald? Ja, het komend jaar beter. En mijn advies is, zet je in vanaf dag 1. En dat geef ik mijn leerlingen altijd door, want we gaan voor 100%. En als jij niet valt binnen de geslaagden, heb je niet hard genoeg je best gedaan. Wacht niet tot het laatste moment, wacht niet op de toets, maar zet je in vanaf dag 1. En dan kan je ook lachen als de andere kinderen die geslaagd zijn. De directeur van onderwijs, Natasia Bendanon, was aanwezig voor de uitreiking van de getuigschriften. Bendanon zegt dat het landelijk slagingspercentage van de glooscholen dit jaar met enkele punten omhoog is gegaan. Landelijk hebben we 59,9% geslaagden. We zijn dit jaar toch wel wat punten omhoog gegaan, maar we zijn nog niet waar we wezen moeten. Maar voor jullie geldt alvast, leerlingen, gaan jullie zo door. Net wat je vrouw Mayra al zei, dit is pas de gang naar trap 2. Er zijn nog meer treden die jullie zullen moeten opgaan. Maar denk niet dat je er al bent. Dit is pas het begin. Maar wat ik kan zeggen, namens het ministerie wil ik jullie nogmaals van harte feliciteren. Een goede vakantie. En ga zo door, geniet van de vakantie, want je gaat nu het vervolgonderwijs op. En het gaat jullie goed. Nogmaals, gefeliciteerd. Dit jaar hebben 10.933 leerlingen deelgenomen aan de GLO-toets. 59,9% is geslaagd voor het MULO. Terwijl 23,3% een toewijzing heeft voor het LBO. Het district Nikeri heeft het hoogste slagingspercentage. ATV feliciteert alle geslaagden.